Munthee. Oh, lekker. Ali die had een ontbijtje gemaakt. Maar ik raakte weer aan de praat. En de banaan is bruin inmiddels. Maar we gaan hem wel eten hoor. Ik ga even een eitje erin doen. Welkom trouwens bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly. Wij staan nog steeds op Hoeve Krekelberg. Het is best laat geworden, vind ik, nu, om te ontbijten. Het is 10 uur. Maar dat komt eigenlijk een klein beetje door Nelly, want die zou water op gaan halen. Maar die kwam nooit meer terug. Dus ja, en ik zat te wachten, maar ja, ik denk, ja, die staat weer ergens te praten hier. Dat is altijd zo. Dus ik wil nu gewoon lekker even ontbijten, want ik heb trek in iets. Het is een mooie dag. De zon schijnt volop. Het wordt volgens mij ook tropisch qua temperatuur. Maar wij gaan vandaag naar een bierbrouwerij. Alfa. Alfa bierbrouwerij in Schinnen. Een tip van de buurtjes van de vorige keer. Oh ja, ja. We werden getipt door de vorige buren. Die waren er ook een keer geweest. En die zeiden, dan moeten jullie echt een keer naartoe. Maar ja... Ik weet totaal niet wat ik ervan moet verwachten, want ik ben helemaal niet zo van het bier drinken. En Nelly ook niet, dus ik hoop niet dat wij al die biertjes moeten gaan proeven. Wat denk ik wel de bedoeling is, want je gaat naar een bierbrouwerij. Ik ga er allemaal proeven. Maar ik ga er eigenlijk alleen naartoe voor de koffie en de fly. Is dat toch koffie fly bij het arrangement in, of niet? Ja, weet ik niet dat je het geboekt hebt. Nee, we hebben een arrangement geboekt. Je kunt met lunch, met diner of met koffie en fly. Dus wij hebben koffie en fly geboekt. Dus daar kom ik eigenlijk voor. En die bier die kan me gestolen worden. Nee. Nee, ik vind het wel leuk om te zien hoe dat wordt gemaakt natuurlijk. Want wij zijn eigenlijk... gisteren zijn we al een keer langs die brouwerij gefietst. En het zag er ook best wel indrukwekkend uit. Vond ik. Dus ik ben benieuwd hoe het er aan de binnenkant uitziet. Tuurlijk ga ik ook even wat biertjes proeven als dat aangeboden wordt. Ik bedoel, ik lust het wel, of ik lust het op zich wel, maar ik zou het niet zo uit mezelf gaan kopen bij een supermarkt. Of bestellen op het terras. Nee. Ik kan toch wel drinken, maar het is ook niet mijn favoriet. Nee, wij zijn meer van de wijn, dus eigenlijk moeten wij meer naar een... Dat heb je hier ook, hè? Ja? Ja, die toch van die druivenroutes. Oh, was dat misschien meer ons ding geweest? Dat was alles gedaan. Nou ja, wij nemen jullie natuurlijk gezellig mee. Maar we gaan nu eerst even eten. Wij gaan even koffie drinken, maar voordat wij dat gaan doen... gaan wij even een leuk fotootje schieten van dit kleed. Want de kleed hebben wij ook nieuw. Dat is van Rebel Outdoor. Hier staat het logo. Al deze spulletjes die hier staan, zoals dat dienblaadje, dat krukje, dat is ook van Rebel. Thermosfles, maar die kennen jullie volgens mij al. Dan gaan we even een leuk fotootje maken. Ook van dit uitzicht natuurlijk, want dit blijft ook bijzonder hoor. Dus jij mag eventjes leuk gaan poseren. Kun jij goed? Ja, is goed. En dan hebben wij hier de koffie al klaarstaan. Koekjes erbij. Nou, super gezellig. Nou, ga lekker zitten. En dan pak ik even de camera. De foto is gemaakt. Maar nog even over het picknickkleed. Want ik ga hier dus met mijn blote voetjes opstaan. Het is super zacht. En de onderkant is een soort van, ja, wat is dit voor spul nou? Parachutestof. Nel zegt dat dit een parachutestof is. Nou ja, dat is water, waterafstotend. Dus als je een beetje condens, of hoe noem je dat, douw op het gras hebt, dan blijft dit lekker droog. Ja. Dat is echt top. En het ziet er gewoon heel gezellig uit met deze print. Ik vind hem echt heel leuk. Superleuk. Ja.
Ik denk dat wij deze nog heel vaak gaan gebruiken. En als je hem oprolt, we gaan hem eerst eventjes uitkloppen natuurlijk. Want hij is ook handig om mee te nemen. Voilà. Super handig. En hij is opgerold. Nou, handig om mee te nemen. Een handig draagding. Ja. Lekker voor het strand of voor het bos. Nou, alles. Het is gewoon een super picknickkleed. Wij hebben hem nu gewoon standaard in de caravan liggen. Ja. We nemen hem overal mee naartoe. Geweldig. Ik had van de week een rode pastavlek gemaakt op deze trui. Maar nu is die vlek er wel uit, maar er blijft een watervlek achter. Of zeepvlek, ik weet het niet. Toen zei de buurvrouw, dan moet je hem helemaal nat maken. Dus de hele trui. Dat ga ik nu even doen. Dan kom ik natuurlijk met de zeiknatte trui terug. En dan hang ik hem denk ik even bij die boom en dan kan hij even uitdruppelen. Want het is het, daar is het een mooie dag voor. Ik vind het toch altijd wel een beetje een gedoe op de camping. Maar ja, we moesten wel, want we hebben niet heel veel sweaters bij ons, truien. Kan ik lekker uitdruppelen. Top toch? Ik ga even snel een broodje afpakken, want wij hebben om 1:30 een rondleiding door de bierbrouwerij. Dus we gaan even snel een broodje eten. We zijn vanmorgen niet bij de bakker geweest. Die bakker die komt akelig vroeg. Dus wij gaan gewoon een afpakbroodje doen. We hebben niet mega veel honger. Maar ik heb altijd de neiging om niet te gaan lunchen en dat is natuurlijk niet heel goed. Dus we gaan wel even een broodje eten en dan kunnen we straks die kant op. Ik doe ze even zonder rooster. En ik doe ze aan het begin altijd even, zet ik ze even hard aan. En dan straks als ik denk van nou ik kan wel wat zachter. Ik doe alles een beetje op gevoel hè. Want hier staat bijvoorbeeld dat 6 tot 8 minuutjes erin moet. Maar ik doe altijd het dubbele. Sowieso wel 15 minuten. Geen idee. Ik heb ook niet zo'n thermostaat erbij. Er zijn wel mensen die dat hebben. Die hebben wij niet. Alles gaat hier op gevoel. Ze zijn super. Beetje kaas erop. Klaar. Op naar de bierbrouwerij. Wij gaan dat eventjes te voet doen. Wij lopen hier vanaf de camping. Daar stond de caravan. Lopen wij zo het bos in. En als het goed is, kom je dan uit bij de Alpha bierbrouwerij. Ja, we gaan het meemaken. We zijn hier nog niet geweest. Want wij wandelen tegenwoordig niet meer. Wij fietsen alleen nog. Ja. Tenminste, heel veel. Broedgelegenheid voor de keverlarven van het vliegend hert. Kijk, daar is de camping. En wij zijn net dit pad afgewandeld. We gaan hier nu rechts. En dan als het goed is, als wij deze weg blijven volgen, komen wij uit bij de bierbrouwerij. We wilden eigenlijk door het bos. Ja. Maar ja, dat ging op een of andere manier niet helemaal goed. Dus we zijn nu deze kant, want we zijn een beetje laat. Want het is volgens mij al 1:50. Ja, we moeten even een beetje opschieten. En om 1:30 begonnen. Het is geen straf om hier even te wandelen. Kijk hoe mooi dit, joh.
beginnen. Ik zie het al op het bordje staan. Oké, ja, doen we. Dankjewel. Hier tegenover moeten we ons melden. Oh. Deze kant op. Heel lekker. Volgens mij heb jij zin in bier. Zeker. Ik geef een 870. Hier wordt al sinds 1870 bier gebrouwen. Degene die ermee begonnen is Jozef, de man op een linker scherm draagt geluid. Bier. Proost. Op jullie gezondheid. Ja. Proost. Lekker. Heel lekker. Wat heb ik dit al een tijd meer gehad, bier? Dames en heren, Jozef was een heel sociaal groeiend iemand. Vader uit onze boom. Niet lang daarna was ons eerste bier een feit. En lekker dat het er nou was. En nog mooier, toen al duurzaam. Hé Jozef, tijdens mijn tijd in de derde generatie. Wat gebeurt hier joh? Wat ben jij aan het doen? Ik moet mijn lege glas op de bar zetten. Je kijkt erbij alsof je het niet lekker vindt. Het is... Nee. Ik hou niet van bier, maar ik vind dit wel lekker. Ja. Nou, kijk even naar mijn glas. Helemaal leeg. Terwijl ik jaren geen bier meer heb gedronken. Dus, dit bewijs genoeg. Erg lekker. A 5 jaar, B 150 jaar, C 6000 jaar. Wij hebben net een pubquiz gedaan. Heel leuk. Moesten we allemaal vragen beantwoorden over alfabier. Hoe het gemaakt werd en... We hebben alleen niet gewonnen. We hebben niet gewonnen, inderdaad. En we gaan nu naar het brouwhuis. En de lentebok. Dank u wel. Alsjeblieft. Lekker. Dit is een lentebok. En jij hebt de herfstbok. Ja. Maar deze smaakt wel anders dan die eerste die we hebben gehad. Mm-hmm. Die eerste vond ik lekkerder. Ik ook. Deze is wat zwaarder of zo. Ik vind deze lekkerder. Ja? Ja. Wij hebben nu een worstenbrood erbij gehaald. Heel lekker. Mm-hmm. Oh, smaakt goed bij bier. We zeggen net, we hadden net een lekkere bitterbal. En toen zegt Ali, de volgende keer dan gaan wij naar een bitterballen rondleiding. Misschien heeft Mora van die rondleidingen. Ik vind wel. Een bitterbal of zo'n worstenbrood is wel heel lekker bij bier. Ja. Maar het eerste biertje wat wij hebben gehad, dat vond ik het lekkerst. Dus ik vraag net aan die meneer die de rondleiding heeft gegeven. Wat was dat voor bier? Want dat, ja, dat vond ik het lekkerst. Toen zegt hij dat is ongefilterd bier, maar dat kun je nergens kopen. Want het is maar een week houdbaar. Het is maar een week houdbaar, inderdaad. En ik zeg, ik had net daarvoor tegen Nel gezegd. Als dat nou bijvoorbeeld, als wij ooit op een terrasje gaan zitten of zo. En ik heb zin in een biertje, is dat het biertje wat ik ga bestellen? Maar dat kan dus niet.
jammer. Jammer. Ja. Zo'n leuk hoedje. Voor mijn allergie. Wij mogen een cadeautje uitzoeken. Ik ga voor het fietspark. Het fietspark? Nou, ik denk dat dat er niet bij hoort. Maar volgens mij mochten we kiezen uit een bidon, een pet en nog iets. Slippers. Camping. Je hebt hier gewoon alles van Alfa. Truien. Zes keer een paar sok. Favoriete gedeelte van mij, koffie en fly. Daarvoor heb ik eigenlijk de rondleiding gedaan. Cappuccino komt er nog aan trouwens. Ja, hij is groen, maar hij moet rood worden. Hij moet groen zijn. Groen. Nou? Met groen maakt hij de foto. Oh, waar je dan? Wij gaan nog even een fotootje maken hier. Dan moet je daar met QR-code moet je iets scannen of zo. En dan word je op de foto genomen. Maar ik laat jullie dit ook nog even zien. Want dit is dus een natuurlijke waterbron. Door deze bron zijn ze er eigenlijk achter gekomen dat hier water uit de grond kwam. Dat kwam omdat hier, dit was vroeger een weiland. En er stonden hier de koeien, die stonden water te drinken. En toen dacht de oprichter, Jozef, die dacht, hey, volgens mij komt hier water uit de grond. En toen heeft hij volgens mij, wat ik er goed van begrepen heb, heeft hier een buis aangelegd. En ja, door deze bron kunnen ze dus nu bier brouwen. Heel mooi. Zie je, komt gewoon regelrecht uit de grond. Gewoon natuurlijk water, niets aan gedaan. Natuurlijk bronwater. En daar tegenover is de bierbrouwerij. Weer terug naar de camping. Nou, onze conclusie van deze rondleiding. Jij had er eigenlijk niet zoveel zin in. Nee, nou ja, niet zoveel zin in. Ik ben echt niet van het bier, dus ik dacht echt van ja, wat ga ik daar doen dan? Ja, dat is waar. Maar ja, zijn we allebei niet. Ik vond het echt, echt heel leuk. Ja. Ook, dus ook voor de mensen die niet van bier houden, ja. Ga dit alsjeblieft een keer doen. Want dit is echt sowieso voor de streek in Limburg. Ja, ja ik weet niet. Gewoon dat het hier gemaakt wordt. Het is gewoon dat je ook even weet de geschiedenis en zo. Ja. En hoe het gemaakt wordt. En je mag proeven. En je krijgt, of je krijgt een hapje. Een hapje. En je kunt er een lunch bij doen. Of een diner. Of koffie en taart. Ja. Maar we hadden dan voor koffie en taart gekozen. Maar dan krijg je alsnog een bitterballetje. En een stukje brood. En ja. Dus hartstikke leuk. Het is wel leuk ze hebben het wel opgezet leuk, allemaal. Ja. Zullen wij dit vanavond gaan doen? Ja, laten we ook nog even vanavond een bierpong spelen. Bierpong. Je mag souveniertjes uitzoeken. Hebben wij voor de bierpong gekozen en de shopper. Oh ja, zo'n tas. Ja. Nou, en je kon ook nog kiezen tussen een bidon. Ja, maar daar hebben we duizend van. Ja. Nou, wij waren net even naar de supermarkt en toen hebben we dit nog gekocht. Zo'n salade, aardappeltjes en een schnitzel. Maar nu kwamen we erachter dat deze mayonaise, die is dus bijna op. Dus nu fietst Ali nog even snel terug naar de winkel. Die koopt even een flesje mayonaise nog. Ik hoop dat ze daar kleintjes hebben. Want grote kunnen wij niet kwijt. Even een pollepel pakken. Ik ga vast de aardappeltjes pakken, kunnen die gaar worden. Nou, dit is het geworden. Dit nog zo de aardappeltjes en een kipje. Volgens mij wel. Zullen hè? Wat doet hij? Hij houdt de wacht vannacht. Ik mag toch hopen dat hij niet tegen haar gaat piezen? Ja.
Oké. Ja, ja. Wat is dit? Wat doet hij, joh? Hallo? Dat is een knaapfiets. Een warm plekje voor vannacht. Hey. Ja. Nou, kom maar. Laat hem even gaan. Ah, volgens mij ruikt hij iets of zo. Hé? Hij was er vannacht ook. Nou, luister. Dit doet mij denken aan het tafereel in Frankrijk met onze tent. Ja. Toen hebben wij gewoon een halve nacht buiten gestaan. Toen hebben we de hele tent, toen hoorden we geritsel in de tent. Ja. En toen hebben we de hele tent leeggehaald. We maken dit verhaal maar even heel kort, want het was een heel lang verhaal. Het was ook een hele lange nacht. Toen dachten we eigenlijk dat er iets van een soort van bever in onze tent zat. Want wij zaten bij een vijvertje en daar zwom een bever in. En toen werden wij s'nachts wakker van geritsel. En ja, doodsbang natuurlijk. Dus die hele tent leeggehaald. Gewoon om 4 uur s'nachts. En uiteindelijk keken we dus een beetje rondom die tent. Want de geritsel was weg. En toen in de verte, bij dat kasteel, we stonden bij een kasteel, mooi plekje. Toen zat er in de deuropening van dat kasteel een kat. En die zat gewoon de hele tijd naar ons kijken hoe wij die tent aan het leegruimen waren. Dat was gewoon die kat. Die had tegen onze tent aangepiest. Hij is wel aanhankelijk. Mm-hmm. Hij heeft het op die fiets voorzien. Ja. Deze camping draait om één ding. Fietsen. Oh ja, trouwens. Nou, dat mag jij vertellen. Het is jouw verhaal. Dit gaat ook over de fiets. Dit is niet zo leuk, mensen. Niet zo leuk. Ik sprak net de buurvrouw en het is natuurlijk heel leuk. Die heeft haar fiets weer terug. Wacht even, voor de mensen die dit gemist hebben, er zijn 8 fietsen eergisteren 8 fietsen op deze camping gestolen. Maar ga verder. En ik stond bij de afwas en toen sprak ik de buurvrouw en die zegt... Ik zet jullie even neer. Ik sprak dus bij de afwas de buurvrouw en die en ik vroeg zo aan, heb je nog wat van je fiets gehoord, bla bla. En toen zegt zij, ja, ik heb mijn fiets weer terug. Nou, het hele verhaal kreeg ik te horen. En toen zei ze, maar jullie worden ook verdacht. Want er had een meneer tegen haar gezegd dat er 2 dames op een brommertje over de camping heen reden. En wij zijn aangesproken door een meneer die helemaal niet vriendelijk tegen ons was. En toen had die vrouw gezegd, nee joh, dit zijn de buurvrouwen. En nee, die zitten op de camping. Maar door sommige personen... Ja, maar dat is toch gewoon... Ik vind het echt belachelijk dat wij worden vandaag van fietsen... Ja. Ik weet ook niet hoe zien wij er dan zo uit. Ja, dat je zoiets hebt. Ja, inderdaad. Waar baseer je dat dan op? Op het uiterlijk? Of op die fiets waar wij zelf op zitten? Ik durf bijna niet eens meer op mijn eigen fiets hier te fietsen. Ja. Vind ik wel. Nou ja, ik weet ook niet. Laat maar gaan. Nou ja, deze camping die... Die zal bij mij altijd herinnerd worden aan de fietsendiefstal. Ja. Dat is wel heel jammer, want... Het is heel jammer. Het is echt wel een hele mooie camping. Ja. Heel mooi gebied. Heel, ja, Limburg. Wij zijn er dol op. Ja. Dat is wat minder, hè? We worden verdacht. We zijn verdacht. Het katje dat ligt nu verderop. Ik belde vanavond even met mijn vader en die had een gouden tip voor de fiets. Dus hij zegt, je doet een touwtje aan je teen en die doe je zo door het keukenraampje en die doe je aan je fiets. En als er dan een dief komt... En die wil de fiets eraf halen, dan voel jij het trekken aan je teen. En dat gaat Ali nu doen.
Nou, ik vind het wel een strak plan. Het is een heel goed plan. Ik ben wel bang dat meteen eraf... Maar je moet wel zo'n katten... Ja, dan moet je van het hele dunne kattendraad. Kattendarm. Kattendarm, ja. Noemen ze dat zo of niet? Ik weet niet of... Wij noemen dat zo. Kattendraad. Nee, kattendarm. Ik denk dat die kat ook in complot zit. Wat goed. Nee, kattendarm is van de doorzichtige, waar ze ook wel armbandjes mee rijgen. Ze gewoon mee vissen. Vissen, ja, vissen. Daar gebruiken ze het voor. Maar doe jij dan ook het draadje aan je teen? Jij hebt gevoelige voeten, ik niet. Nou, ik wil best een draadje. Ja, nou, dit is de oplossing. Dit is de oplossing al. Ja, dit is echt de oplossing. Dus, slaap je met een draad aan je teen? Ja, maar we hebben geen draad. Anders had ik het zo gedaan. Ik dacht eigenlijk wel van, we moeten inderdaad een draadje moeten we, ergens aan vastpakken, zodat het herrie maakt. Pannendeksel. Ja, zoiets. Dat als ze een poging doen, dat er iets omvalt of zo. Ja. Oké. Dit wordt vervolgd. Oké, Nelly die dacht dus dat er iets in het boekje stond. Ja, maar ik kan het wel even... Om iemand een goede nacht te wensen in Limburgs. Maar ik kan dat wel even in zijn Limburgs vertalen natuurlijk. Wacht maar even. We beginnen gewoon met het eerste zinnetje, zo goed. Voor wensen nu een fine nachtrusten. Dit is boers, wat je nu doet. Ik weet niet wat dit vertaal is, maar dit is niet Limburgs. Fine nachtrusten. Dag. Nee. Mooi. Dat is, nou ja, nu alles door elkaar. Laat eens zien. Verwens je euch fijn vakantie. Ja, we gaan dat nu slapen. Dat betekent, wij wensen jullie een fijne vakantie. Ja, maar we gaan nu slapen, dus dan maken we het er nu van. Verwens je euch een fijne nachtrusje. Nou, ik vind best. Ik ga slapen. Doei. Doei. Wat een drama. Er is een potje nagellak geknapt. In de toilettas. Alles zat onder de nagellak. Vreselijk. Het is echt walgelijk. Ik denk dat het door de warmte komt. Ik denk dat een glazen potje niet kan breken door de warmte. Echt niet? Nee. Het wordt hier bloedheet, hè? Ja. In die caravan. Maar dit is echt mega goed. Maar ik baal er wel van, want het was een heerlijk gevoel. Ja. Maar ik ben bang dat dit er niet uitgaat. Nee. Het zit helemaal tussen dat gaas. Ja. Ja, en nagellakken is gewoon... Verzif. Ja. Wij hebben net een ontbijtje gedaan. En wij gaan zo vertrekken. Of zo... Zo, nou ja, ik denk... We doen het even koffie, toch? Het is nu, ja, het is nu... Wow. Het is nu 9:10, dus ik verwacht dat wij rond 11:00 pas wegrijden. Of je naast een wietplant zit. Een wietplant, oh. Maar wij hebben een zeer heftige nacht achter de rug, want er was onweer op korte afstand. Want wij hebben de hele nacht hebben we liggen tellen, een flits en dan 1, 2, 3, 4, 5. Ja, met tellen, dat weten jullie allemaal, kun je natuurlijk uitrekenen hoe ver de afstand is. En dat was hier op 3 kilometer afstand. En aangezien Nelly best wel bang is, en ik ook natuurlijk, maar Nelly die is echt heel bang, was het een zeer heftige nacht. Ja. Heb je daar nog iets aan toe te voegen of niet? Nee. Nee? En natuurlijk zijn we toen ook weer op internet wezen zoeken van, ja, wat ik moet je niet doen met een caravan of met een of op de camping? Je nou, moest je klein maken, dus ik lag helemaal als een balletje in mijn bed. Dat had ik gelezen, ja. Ja, als je gaat liggen, dan kan de
bliksem door je lichaam heen glijden. Zo staat het op internet, hè? Ik wist dat ook niet, maar... Nou, ik had een kramp in mijn benen. En, dat was vreselijk. Vanmorgen werd ik als een balletje wakker. Maar ja, weet je, op internet staat dan van... Ja, je moet niet in je tent of caravan blijven zitten. Dan kun je nog best in je auto, want er zit een kooi in. Zit in je caravan volgens mij niet. Maar ja, dan zou je dus in principe naar het toiletgebouw moeten gaan lopen. Maar ja, weet je... Nou, op dat moment dan is het al zover. Dan wil je er ook niet meer uit. Dan ga je er ook niet meer uit. Dus ja, je zit eigenlijk een soort van gevangen. Ons verblijf zitten we erop. Op Hoeve Krekelberg. Op Hoeve Krekelberg, ja. Wij gaan naar de volgende camping. Wat zijn wij eensgezind? Nou, alsof het ingestudeerd is. Ja, hebben we niet. Foei. Maar wij moeten 2 uur rijden naar de volgende camping toe. 130 kilometer. 130 kilometer inderdaad. En ik wil jullie nog even wat laten zien, want dit vind ik wel heel leuk. Oh ja, dit. Wij zijn net nog even koffiewezen drinken met de buurtjes. En toen kregen we allebei een kaartje, zelf gemaakt door deze de buurvrouw. Was die van jou? Ja. Oh ja. Ik vind het zo bijzonder. Ja. Ik vind het zo lief. Heel leuk. Dank je wel voor je glimlach. Wat je ook doet, doe je werk met hart en ziel. En dan staan de namen eronder van de buren. Ik heb deze. Thanks. En deze kaartjes heeft ze gemaakt naar wat er bij ons past. Wij werken natuurlijk allebei in de zorg. Dus daar heeft ze deze kaartjes op gemaakt. Ja, nou, zo lief. Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt. Nee. En dan staat er een tekst op. Bij mij staat er, dankjewel voor je medeleven. Wees blij met mensen die blij zijn. Huil met mensen die huilen. Ja. Nou, ik vind het echt mooi. Ja. Maar ik zei gelijk al, de eerste 10 minuten denk ik, we hebben zo'n lieve buurvrouw tegen Aal. Ja. We hebben zo'n leuk... jij zei het echt gelijk. Ja. 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 Ik weet niet, ik voelde dat. Ze had gewoon een hele goede vibe. Ja. Ja, heel maar ook heel lief dat ze ons net nog eventjes uitnodigde voor de koffie. Ja. Dus wij gaan goed op pad. Ja, toch? Echt wel. Ja. Nou. Super lief. Wij sluiten de vlog ook gelijk af. Wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. En vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En wij zien jullie graag bij de volgende vlog weer terug. Doei!